Vandaag is het probleem dat bedrijven eigenlijk niet vaak genoeg een inventaris doen. Er worden ook heel vaak fouten gemaakt. Er moet op hoogte gewerkt worden, wat dan weer veiligheidsrisico's met zich meebrengt. We willen dat probleem verhelpen door regelmatiger inventarisaties aan te kunnen bieden. Bijvoorbeeld tijdens de nacht, wanneer dat er niemand aanwezig is in het magazijn. Daarom ontwikkelde Flanders Make een warehouse drone. Die telt tijdens een vlucht de paletten in een magazijn en lokaliseert ze. Tegelijk telt de drone ook de losse dozen op een palet. The idea is to scan the upper shelves with a drone and detect the QR code. And on the lower shelves you mostly have open pallets where you put boxes and then you would need to count them regularly. Om nauwkeurige resultaten te bekomen, gebruikt de drone verschillende soorten camera's. The cameras are mostly used for counting the pallet. We have a LiDAR, which is used to count the boxes. And we also have an Intel RealSense tracking camera to detect the motion of the drone in space. Dankzij een nieuw algoritme, ontwikkeld door Flanders Make, volgt de drone een vooraf bepaalde route. Since there is no GPS indoor, we need some kind of localization system. So we developed our sensor fusion algorithm and also put a lot of sensors on the drone. By using all those data together, we can get accurate and reliable localization. And based on that, we can do the post-planning and the flight control of the drone. It's safer, faster and more accurate. The cameras can scan both sides of the corridor and two levels can be scanned simultaneously. So we estimate it can be at least 5 times faster than human. De technologie staat nu op drones, maar die kan zeker ook op andere manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld door de camera's te monteren op de voertuigen die er sowieso rondrijden. Of ook bijvoorbeeld op een handheld device. Zolang er een camera is, is het voldoende. Om de technologie bij het brede publiek te krijgen, hebben we samengewerkt met het Vlaams Instituut voor de Logistiek. Zij hebben een gloednieuw demonstratiecentrum gebouwd, Logiville. En daar kunnen bedrijven de technologie komen bekijken, nog tot eind maart 2022.